Hey, hallo hallo. Vandaag ben ik er weer met een nieuwe DIY. En ik ga je vandaag laten zien hoe ik een doosje dat ik al heel lang heb liggen van Pipo's ga omtoveren tot een nog leuker doosje. Het is een doosje dat vrij blanco is, dus helemaal onbewerkt hout. En daar kun je dus hele leuke dingen mee doen. Wat ik ermee ga doen is iets met aquarelverf. Daarbij gebruik ik verschillende dingen. Mijn aquarelpaletje van Talens. Hierin zitten genoeg kleurtjes. Ik gebruik maar een paar kleurtjes deze keer. 4 kleurtjes denk ik. En het is maar net welke kleurtjes je wil gebruiken. Ik denk dat je ook een goedkoper paletje kan gebruiken van de Action. Misschien is het resultaat dan iets minder mooi, maar ik denk dat het kan. Ik heb deze in huis en verder heb ik penselen nodig. Ik heb gewoon het grootste aquarelpenseel dat ik heb gebruikt. Deze heb ik bij de Xenos gekocht en deze is ook van Talens. En verder gebruik ik Mod Podge. Dat is om het af te lakken als het allemaal klaar is. Dus laten we beginnen. Oh, wat ik verder nog gebruikte was een mengpaletje. Maar deze bleek ik uiteindelijk niet nodig te hebben. Omdat ik direct kon werken uit mijn paletje met aquarelkleurtjes. En water, ook heel belangrijk. En zo ben ik eigenlijk net zoals dat ik op papier zou doen, allemaal strepen gaan zetten en alles gaan mengen in het hout. Je merkt dat het hout iets anders werkt, dat het er meer intrekt. Maar je kan zeker ook goed mengen en de kleuren over laten lopen. Ik gebruik roze, oranje, geel en een beetje rood. Maar je kan natuurlijk helemaal zelf kiezen welke kleuren je hiervoor gebruikt. Dit is heel meisjesachtig, maar je kan hem ook een stuk stoerder maken. Ik vul het hele paletje in. En ik gebruik gewoon 1 laag, want na 1 laag was die prima zoals die was. Misschien als je goedkopere aquarelverf gebruikt, dus een beetje meer die kinderachtige verf, aquarelwaterverf, dat je 2 laagjes kan gebruiken. Dat zou ook helemaal niet erg zijn, denk ik. Dus dan laat je het gewoon drogen en dan doe je er nog een laagje op. Maar dat was hierbij absoluut niet nodig. Dus ik kon het hele dingetje invullen. En kreeg ik dit mooie resultaat. Ik vind het echt prachtig geworden. Ik vond het al heel erg mooi zonder laklaagje eigenlijk. Maar om het te beschermen heb ik er wel voor gekozen om er nog Mod Podge op te doen. Dus dat ga ik hier doen. Ik heb hier een flesje Mod Podge en een sponsje om het aan te brengen. Mod Podge kun je ook gewoon met een kwastje aanbrengen. Dat is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Uiteindelijk heb ik 2 laagjes Mod Podge moeten gebruiken voor een mooi effect. Maar dan heb ik wel een heel mooi glimmend doosje. Ik heb de glimmende variant gebruikt. Je kan ook een matte variant gebruiken als je dat mooier vindt. Maar ik vind glimmend mooier in dit geval. En dan heb je dus een heel mooi doosje. En bij mij passen mijn penselen hier precies in. En er passen nog wat fineliners in. En een klein gummetje. Nou, dat is toch perfect. Ik vind het heel leuk dat het er precies in past. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat zeker weten wat jij van deze DIY vond. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog voor de video. Als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Er komen nog veel meer leuke creatieve video's aan.
En ja, hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Tot ziens!